Ga je nou serieus pepernoten maken? Wij stemmen. Zeker niet. Kom je daar nou bij? Beste reizigers, goedemorgen. Oh nee. Weer allemaal mensen die hun kinderen naar school brengen. Met de auto. Zometeen een gesprekje met Casper om te kijken hoe we mijn stressniveau een beetje naar beneden kunnen krijgen. Dat is hard nodig. Wat te delen. Ja, oké. Okay. Mag niks zeggen. Ik kan ook mooi tijdens de lunch even met Casper praten. Met lekkere broodjes kroket. Niet voor Jeroen, maar voor ons natuurlijk wel. Zo, ben jij ook klaar met eten, Casper? Ja, kijk maar. Leeg. Alsjeblieft. Nee, die ga ik niet leegzuigen hoor. Dat is mosterd voor na de maaltijd. Goed gesprekje met Casper gehad net. En daardoor wel het loopje gemist. Dus ga ik nu zelf even een rondje lopen. Kan ik meteen twee pakketjes ophalen. Ga je nou serieus pepernoten maken? Nee, stemmen. Zeker niet. Kom je daar nou bij? Oké, 500 gram zelfrijzend bakken. Hoe gaan we dit doen? Ja, geen plan hier. Hakken met een lepel. Weet je wat je open moet? Je kan ook die deksel erop doen en dan gewoon heel erg veel schudden. Ja, dat denk ik ook. Wil je een nieuw shirt? Kan je dat nou chatten? Ik heb wel een nieuw shirt. Waarom zeg je dan van niet? Met zo deze bedoelde. Zo verwarrend. Ja, dat zijn aannames, hè? En aannames zijn? Dodelijk en pijnlijk. Avond. Spijt 11. We weten niet voor wie hij pijnlijk en dodelijk is. Dat klopt. Dan best wel een aanname doen. En dat Pieter de pijn heeft. Ja, of dood gaat. Of al bij. Snelle nasi met satésaus en vegan bakreepjes. Sahira, net heb ik jou al gedag gezegd. Meneer. Zijn met een heel temperamentvolle... Nee. Ga even jij boven eruit. Zie je? Pieter negeert mij. Oké. Dit is ook echt van die gerechten waar je echt gewoon... Dat is Pieter veranderd. Dit is super grappig, ja. Oh, je bent Jochem. Hoi. Ja, dat klopt. Want dat is Pieter. Met zijn broccoli. Zielig alleen op mijn werkplekje vandaag. Nou, ook wel prima. Er is voor me gekookt, dus ik klaag niet. Zo, tijd om de spullen te pakken. En dan ga ik zo naar opa Aad. Ik kan het namelijk zien. Dat weet hij niet. Niet zeggen. Wat er op zijn bankrekening gebeurt. En ik heb gezien dat hij heel veel geld gepind heeft. En dat straks de energierekening niet meer afgeschreven kan worden. Dus ik heb met een smoesje gezegd dat ik even langskom. Hij zei al, ik heb ook nog een bekeuring die ik moet betalen. Kan dus ook niet. En dan kom ik er heel toevallig achter dat er te weinig geld op zijn rekening staat. En dat hij dat op een manier moet gaan oplossen. Bijvoorbeeld door het geld weer terug te storten. Met mijn jas. Dit is grappig. Ik ging mijn jas zoeken, maar daar hangt mijn telefoon in.
laptop staat al aan, dat scheelt ook. Ja, die had ik dus dan blijven we, ben ik nog een uur aan het wachten. Ja. Even kijken. Even kijken, dan moet er vanaf de autoverzekering en de huur. En de energierekening. De energierekening is er nog niet vanaf. Is die er nog niet vanaf? Nee. Oh, hoeveel is dat? 250 euro. En dat staat er niet meer op? Er staat nog 35 euro op. Ja, ja. Dus dan gaan deze, dan krijg je over anderhalve week krijg je 190 euro. En daar gaan deze twee dan nog weer af. Dus dan heb, ja, dan heb je 120 euro wat je kan pinnen. Ja, ja. Maar alleen als dan maandag die energierekening eraf kan. Ja. En hoeveel moet ik er dan opzetten voor maandag? 220 euro. 220. Leuk dat je geld kunt pinnen. Ja. Maar als je het niet hebt, kun je het beter niet doen. Nee. Maar ja, je had toch gespaard? Een ja, paar maanden maar geleden. Ik heb een heleboel van die... van Petra en Noah en Morris en die drie kinderen van Paul uitgegeven. Ja, dat moet je ook niet doen. Ja, dat moest nou een keer wel. Ja. Jo. Nou, dat is dan wel weer aardig. En misschien komt het dan allemaal nog goed. Nou, ik ben benieuwd of opa Aad dit weekend nog wat geld bij elkaar weet te sprokkelen. En anders dan gaan we maandag gewoon weer even kijken wat we kunnen doen. Jullie bedankt voor het kijken. Hashtag Kohlrabi, elke dag vers om 5:05. De laatste dagen lukt het niet echt, maar ik ga het gewoon proberen. Tot morgen!